In de vereniging in Nijmegen werd maandagavond een benefietdiner georganiseerd. Een 70-tal gasten betalen voor een 3-gangen diner. Ook werd die avond de veiling geopend op een NEC-shirt gesigneerd door oud-trainer Peter Huballa. Online kan verder worden geboden op het shirt. De opbrengst van het diner en de veiling gaat volledig naar de 24 uur wandelestafette Samenloop voor Hoop. Dit wandelevenement wordt op 17 en 18 juni gehouden in Nijmegen. En hierbij wordt geld ingezameld voor onderzoek naar kanker. Lange tijd gebeurde er niets aan de oude school aan de Groesbeekseweg. Maar nu wordt er weer gewerkt. Hestia Makelaars is druk bezig het gebouw te renoveren. Het is de bedoeling dat er 16 bijzondere woningen en 5 ruime appartementen komen. Op de vroege nieuwjaarsdag van 2014 werd Nijmegen opgeschrikt door een grote brand. Bewoners werden ternauwernood uit het gebouw gered door brandweermannen die uit de hele regio werden opgeroepen om assistentie te verlenen. Een groot gedeelte van het pand raakte door de brand permanent beschadigd. Het dossier Dorpersingel Oost wordt er niet duidelijker op. Vorige week liet een Lentse buurtcommissie weten een brief van de gemeente Nijmegen te hebben ontvangen, waarin stond dat Lingewaard zijn steun voor de plannen intrekt. Volgens de Nijmeegse wethouder Harriet Tiemens heeft de gemeenteraad van Lingewaard er een stokje voor gestoken. Die wacht liever op de effecten van het in de toekomst doortrekken van de A15 naar Bemmel. Maar daar kan Nijmegen niet op wachten, zegt de wethouder. Het Lingewaards college deelt die mening en gaat met de gemeente Nijmegen op zoek naar een passend alternatief. Hierbij wordt nog steeds rekening gehouden met een deel van de Ressense variant. Het ligt voor de hand dat er eerst tijdelijke verkeersremmende maatregelen getroffen zullen worden. Aldus Tiemens.